Want kijk, misschien moeten we ook een leuk overzichtje maken van interventiepolitiek van de afgelopen 20, 30 jaar. Ik zat nog te bedenken wat is nou de meest effectieve interventieaanval ooit geweest? Dat zijn de Duitsers op Frankrijk. In mei, juni, dagen van 1940, nietwaar? Wanneer ze als een warm mes door de boten in drie weken, nietwaar, van de Franse grens naar de Noordzeekust lopen. Nou, Lopen is misschien niet het juiste woord, maar dat ging wel erg makkelijk en, en, en snel allemaal. En nou ja, tel er vier jaar bij op. En wat zie je dan? Dat halen hier de landen op de Normandische stranden. En dat het eigenlijk binnen een jaar is afgelopen met Nazi-Duitsland. Laten we Irak, he, God, dat was ook wat een interessante, dominante, indrukwekkende vertoning. Je weet nog dat dat beeld omver gehaald werd van, van Saddam Hussein ja. op dat plein in Bagdad en zo. Nou ja, we weten hoe dat afgelopen is, waar slecht. En ja, je durft het nauwelijks te zeggen in dit verband. Afghanistan, he, waar de Russen natuurlijk een ongekende, echt beschadigende zeepert hebben gehaald in de tijd. He, toen ze daarin in, wanneer was het 81 of zo geïnterveneerd hebben? En ja, de Amerikanen hebben het er niet veel beter van terechtgebracht, moet je constateren. Dus interventiepolitiek, dat is. Kijk, op het moment dat je eraan begint, niet lijkt het allemaal enorm indrukwekkend. En ja, goed, het tragiek is natuurlijk dat uh, Oekraïne geen luchtmacht heeft. En voor zover ze een heel klein beetje luchtmacht of luchtverdedering hadden, is het uitgeschakeld. En in de moderne oorlog is het knap lastig om zonder luchtmacht uh, steun, zonder luchtsteun te vechten. Dus ja, dat lijkt er nu allemaal heel gunstig uit te zien voor uh, het Russische leger. Ook wel, we ook dat nog moeten afwachten. Maar hoe ziet het er over vier jaar uit? Dat zou ik graag willen weten. Je kunt het spel beginnen, maar het beginspel is makkelijk. En het pionnetje naar voren en zo, maar het eindspel, het eindspel is complex. En het eindspel bij al die interventies die ik genoemd heb, is totaal mislukt. Het heeft enorme schade toegebracht aan de interveneerders. En ik, ik acht het zeer wel mogelijk dat dat nu weer zal gebeuren. Het is nogal een interventie in een heel groot land met aanzienlijke mogelijkheden, met een relatief hoog opgeleide bevolking. Ik wil nog wel eens weten of het goed afloopt. Wat zou Putin dus ga ik mijn excuses aanbieden aan al die critici. Nee, denkt u er zelf eens wat beter over na, hè? in plaats van allerlei gemakzuchtige gelul te vertonen. Wat zou Poetin kunnen stoppen? Nou ja, zoals iemand heel treffend zei, kan hij niet dood. Ja, dat is dan inderdaad een hele fijne oplossing. En dan is het denk ik ook wel eens een beetje afgelopen. Maar dat is waarschijnlijk niet wat gaat gebeuren. Um, ik heb geen idee. Voorlopig staat hij op winst. Maar je moet dat anders beoordelen. Je moet het beoordelen over de komende vijf tot tien jaar. En dan. Betwijfel ik in hoge mate of die op winst staat. Ik, ik geef geen cent voor de toekomst van de Russische Republiek. Het is een enorm land met een waardeloze bureaucratie, met een waardeloze economie, wat in feite leeft van de verkoop van grondstoffen. En ik ben daar niet zo enthousiast over. Maar wacht eventjes, westerse bedrijven, die, die gaan maar dolgraag daar naartoe om zaken nee, te doen. Nee, dat al die doen ze helemaal niet. Zijn genoeg Aangezien hier, als je daar de succes hebt, ...wordt de boel afgepakt. Dus je weet, denk ja. aan de shell. Ja, Maar goed, er zijn er genoeg die daar toch deals hebben gesloten. Een uh, gasunie ja. met Gazprom, met Balkenende en Poetin op de achtergrond. Ja, ja zeker. En ook dat gas, daar hebben we nu spijt van. Hè? Ik, nee, men is in het algemeen niet zo verschrikkelijk enthousiast over de vitaliteit van de Russische economie. Wat, wat ook eigenlijk vergeten wordt, is dat een, een aanzienlijke groep van hogescholden permanent verdwijnt uit Rusland. En Je begrijpt wel. Als je hogeschoold bent, je kunt wat. wiskundige, natuurkundige, het kan van alles wezen. Het zullen er geen historici zijn, neem ik, die massaal verdwijnen. Maar goed. Eh, ja, je weet dat je in de rest van de wereld meer geld kunt verdienen. meer vrijheid geniet. en een veel prettiger leven kunt leiden. Dus waarom zou je niet opkrassen? Ik denk dat als je het even na zou rekenen. dat er over de afgelopen twintig jaar miljoenen hogescholden zijn verdwenen. Problemen die zich altijd hebben voorgedaan in dit type van staten. Denk aan de DDR. Eh, daar hoefde je alleen maar in Berlijn naar de andere kant te lopen. En dan eh, verdiende je vijf keer zoveel en mocht je zeggen wat je wilde. Ja, er zijn inderdaad verhalen van ondernemers die zeggen: Nou, het kan goed gaan met mijn bedrijf. Maar het moet niet te goed gaan, want dan komen ze langs en dan pakken ze je alles af. Zo is het maar net. Er zijn tal van voorbeelden van bekend. En als het maar heel goed gaat, en nou ja, je denkt aan het bekende Shell-drama. Waar wij, 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 wij ze gewoon gedwongen zijn. Want ze hebben dan allerlei lullige technieken. Dat je de belasting niet op tijd betaald hebt. En maar dat soort van dingen. En dan worden de spullen afgepakt. Nee. Rusland is een land zonder toekomst. Maar goed, als je ergens anders. Veel te groot, dat is het hoofdprobleem. Ja. ja. He? Want laten we wel wezen. Als je even hebt het over de geopolitiek gehad. He? Wie het wereldeiland beheerst, die beheerste de wereld. Nou, dat hebben we gezien. Denk aan de Sovjet-Unie. Wat, wat een. Totale ingrijpende mislukking, dat tenslotte geworden is. Ja. Poetin heeft natuurlijk die sancties die heeft het natuurlijk uitgetekend. En die heeft het ja, voorlopig zal hij daar ook, omdat hij een enorme oorlogskas, heb ik begrepen, had opgebouwd. Miljarden. Eh, ja, zo. omdat de, de, de prijzen de afgelopen jaren redelijk zijn geweest van, van de, voor de energie. En nogmaals, hij heeft op geanticipeerd, natuurlijk, op deze situatie, maar dat is op de relatief korte termijn. Wij hebben het over de. De middellange termijn. Oké. Okay. Als iemand mij zou vragen: zou jij op de middellange termijn zeer ruim investeren in Rusland? Zou ik zeggen: nee, dat zou ik zeker niet doen. Of het moest gaan om de export van dennenbomen, maar voor de rest zou ik dat niet doen. Ja, er, zat, er was gisteren ergens op de tv iemand die houdt no? nou, Als Hij heeft zelf nu gedemonstreerd dat, dat de zekerheid en stabiliteit, dat die, dat die nou ja, twijfelachtig is.